Vandaag vieren we de 9e verjaardag van Stichting Don op het Hof van Rameyen. Een bijzondere viering, aangezien het voor de laatste keer plaatsvindt op deze prachtige locatie. 9 jaar is het Hof van Rameyen het decor geweest van de verjaardag van Stichting Don, waar het doel, diabetes genezen, altijd centraal stond. De jaren zonder het Eureka-moment duren lang, maar er zijn belangrijke stappen gezet. Hoogtepunten die tijdens dit evenement werden besproken. Stappen die mogelijk waren door de steun van onze trouwe donateurs. We kijken terug op mooie jaren met indrukwekkende sprekers. Inspirerende gesprekken op een locatie die voor Stichting Don het beginpunt is geweest in de zoektocht naar een genezing voor diabetes. Toen we begonnen, dat is wel aardig om te zeggen, dat Maarten wilde eigenlijk de eerste gala wilde in Amsterdam organiseren. Toen zei ik, ja, maar Maarten, je ouders hebben zo'n mooi kasteel, waarom doe je het niet gewoon in Rameyen? En Maarten zei, ja, niemand gaat naar Rameyen, dat gaat niemand naartoe, want dat is veel te ver weg. Toen zei ik, Maarten, let maar eens op, iedereen komt. En wat was het begin? Het begin was het enthousiasme. En ik denk dat er nu een hoop professionaliteit is ingekomen. We hebben een goede wetenschappelijke raad, we hebben goede bestuurders. En ik denk in heel Nederland, ik word er vaak ook over aangesproken, hoe professioneel Don is en hoe enthousiasmerend Don is. Het is een hechte familie en dat duidelijke doel. Ja, dat vind ik, kijk, ik hou van particulier initiatief. Dat je niet altijd gaat zitten wijzen naar de overheid. Natuurlijk, farmaceutische industrie is ook natuurlijk een particulier initiatief, kan je wel zeggen. Maar hier zijn mensen die betrokken zijn bij die ziekte, die willen zeggen dat er onderzoek wordt gedaan en die steunen dat om het geld te verzamelen om eigenlijk te zeggen, we gaan genezen en geen prijzenspak. Ja, dat spreekt me verschrikkelijk aan. Dat spreekt me aan, dus daarom wens ik Don toch wel heel veel succes toe. Wat er uniek is aan de viering van de verjaardag van Stichting Don op het Hof van Rameyen is natuurlijk de afstand. Die enorme klote afstand naar België. Maar het is zo mooi om te zien dat iedereen toch die hobbel neemt en gewoon elk jaar weer komt in grote getalen. Dat vind ik echt fantastisch. En als je dan één keer er bent en die hobbel hebt genomen, dan is het daar zo fantastisch. En zo gasvrij. Dat vind ik niet gauw bij een ander goed doel. Een puikgezelschap, om geen andere woorden te gebruiken. Daar was iedereen behept met het lot van de diabetici. En dat was zeer aangenaam. Het was zeer aangenaam in een prachtige omgeving. Dus ik heb dat als zeer aangenaam ervaren. Dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is nog dat het nog wat gaat betekenen of even betekent voor diabetici. Rameyen is uniek. Jozef en Klaartje zijn uniek. Maarten en Hiske zijn uniek. Dus dat is de omgeving. En verder bijzondere programma's in een prachtig huis, prachtig kasteel, prachtig ingericht. Eten, drinken, in ieder geval een omgeving wordt daar geschapen die mensen tot geven aanzet. En daar gaat het tenslotte om. Geven aan Don. Geven voor diabetes. Mijn gevoel over Stichting Don is dat het een hele heldere, duidelijke stichting is. Ik vind dat ontzettend fijn om te weten, als ik aan deze mensen geld geef, dan gaat bijna al mijn geld daar en daar naartoe. En bij Don kan je precies zien, oké, daar wordt dit van betaald en dat. En verder gaat alles naar de doelen die we hebben gecommuniceerd. De doelen waarvan wij zeggen, daar moet het heen. Daar gaat het ook heen. Dus ik denk nergens, ja, dat zal wel, maar hoeveel blijft er aan de strijkstok en wat weet ik niet en wat bij Don weet ik eigenlijk alles en als ik het niet weet, dan vraag ik het en dan krijg ik een helder, duidelijk antwoord. En dat maakt Don wel uniek. Nou, voor mij was de reden dat ik het onderzoek wat Don doet naar diabetes erg belangrijk vind. Het is natuurlijk een ziekte die je of zomaar kan overvallen of die je in de genen meekrijgt. Ik heb van dicht nabij gezien wat die ziekte ook met je kan doen als dat niet goed wordt behandeld. Dus ik steun dat onderzoek van harte. En Nelly Kroes die heeft me eigenlijk ook echt overgehaald. Ze zei van, nou dat moet je echt een keer doen, want het is een fantastische ervaring. Ik ben onder de indruk wat de wetenschap op dit terrein doet. De hoogleraren die zich hier met name op richten, zijn nu uit het stadium van proeven op dieren en mogen proeven op mensen doen. Dus dat is een heel hoopgevend teken. We zijn er nog niet en daarom moet Don doorgaan. Maar het is in ieder geval hoopgevend
dat deze fase nu bereikt is. Dus ben ik er persoonlijk bij betrokken. Zoals met alles, de cijfers overtuigen je dat het dicht in je omgeving moet zitten. DON onderscheidt zich heel duidelijk van andere goede doelen, omdat DON heel specifiek sinds de oprichting gericht is op het ondersteunen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. En dus heel sterk het focus altijd gehouden heeft op de wetenschappelijke doorbraak die er moet komen om deze vreselijke ziekte te bestrijden en tot het verleden te laten behoren. Nou, hoe dicht we daarbij zijn, heb ik van Hans Klevers geleerd, is moeilijk te zeggen. Je weet het nooit. Maar dat maakt DON uniek, die focus op financieren van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek hier in het Huibrecht Instituut betreft vooral stamcelonderzoek. Dat is heel fundamenteel, heel bazaal. Wij proberen hele diepe principes boven water te krijgen. Het hoogtepunt denk ik van de afgelopen jaren is toch wel samen met Ilko de Koning het ontdekken van de stamcel van de alvleesklier, waarin de beta-cellen zitten die insuline maken. We zijn nog niet zover dat we daar echt heel efficiënte beta-cellen van kunnen maken, maar dit was een cruciale stap. Een paar jaar geleden gezet, eerst in de muis en toen samen met Ilko voor mensen alvleesklier. In de afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet als het gaat om het vinden van nieuwe celtherapieën bij diabetes. We kunnen nu menselijke alvleeskliercellen laten groeien en we kunnen ze ook laten uitrijpen tot insulineproducerende cellen. Dat had ik al die jaren geleden niet gedacht dat we daar nu in staat toe zouden zijn. De kracht van DON is de focus op genezing en de ambitie om een diabetes te genezen. Dus we kunnen samen met DON kunnen gewoon hele snelle zetten, omdat we heel duidelijk weten waar jullie voor staan en waar wij voor staan. En dat is een gedeelde missie. Ik ben niet emotioneel betrokken bij diabetes in de zin van dat ik niemand in mijn familie heb die daarmee die vreselijke ziekte heeft. Maar doordat ik bij DON ben gekomen, heb ik wel ontzettend veel contact gehad met mensen die het hebben. En heb ik me ook heel erg laten informeren over wat er tegen te doen is en over de hele problematiek. En, dat is gewoon een hartverscheurend. Ik vind het bijzondere aan de stichting, en daar onderscheiden ze zich ook van andere organisaties, dat ze eigenlijk niet zo heel bekend zijn, dat ze op de achtergrond werken, maar eigenlijk daar dat doen waar het om gaat. Onderzoeken om het probleem te helpen oplossen, in plaats van allerlei randverschijnselen te begeleiden. Dus dat sprak mij zeer aan. Stichting DON in 3 kernwoorden is denk ik... 3 kernwoorden. Dit lijkt wel een quiz. Dan zou ik zeggen, ga zo door. De kernwoorden van DON zijn haast, dat heb ik zelf ook. Professionaliteit. Hoop, want dat heb ik ook. Ik denk dat we echt de lat hoog mogen leggen. Nou, eigenlijk kijkend naar de naam. Doortastend. Overtuigend. En no nonsense. Fundamenteel. Wetenschappelijk. Vooruitstrevend. Vriendelijkheid. Volhardend. Focus. Deemoedig. Gezellig. Helder. Ambitie. Onthutsend. Het is duidelijk. Toewijding. En noodzakelijk. Nee, actief, ambitieus. Belangrijk. Ik ben Jaap de Hoop Scheffer en ik zeg stop diabetes. Ik ben Bo van Erve Dorens en ik zeg stop diabetes. Ik ben Pieter Kobelens en ik zeg stop diabetes. Ik ben Hans Klevers en ik zeg stop diabetes. Ik ben Frits Sissing en ik zeg stop diabetes. Ik ben Fred Teven en ik zeg stop diabetes. Ik ben Tooske Ragas en ik zeg stop diabetes. Ik ben Pieter van Vollenhoven en mijn advies is stop diabetes. Ik ben Paul Bouter, stop diabetes. Ik ben Ilko de Koning en ik zeg stop diabetes. Ik ben Guus Hidding, stop diabetes. Ik ben Bart Roep en ik doe stop diabetes. Ik ben Nelly Kroes en een warm pleidooihouder om een eind te maken aan de afgrijzelijke ziekte, diabetes.